Het heeft me aan het denken gezet. Dat het me herinnerde aan die onderwijzeres uit 1969, 68, 66, nou ergens daar. Die haar klas met basisschoolleerlingen, denk ik, in tweeën splitste in de blauwogige en bruinogige kinderen. Ja, dat filmpje ken je vast. Dus de bruinogige, die kregen ineens bepaalde rechten die blauwogige niet kregen. En dat gaf bij die kinderen veel pijn, ongemak. Haar idee was dat het zou opgekomen zijn na de moord op Martin Luther King. Haar idee was, dan kunnen die kinderen eens doorvoelen hoe het is om gediscrimineerd te worden. Hoe het is, hoe racisme. Dan weten ze hoe dat is. Het punt is alleen dat er zitten ongetwijfeld ook kinderen tussen die daar zelf wel achter zouden komen. Op hun manier, hun eigen manier. Of ze waren daar al. En die worden nu gedwongen om op commando te doorvoelen. Omdat het door de lerares, de onderwijsinstelling of in het laatste geval de uitgever van schoolboeken, omdat zij vinden dat dat gewenst is. Dat is daar een discussie over geweest. Je ontneemt ze daarmee iets. Die kinderen, die leerlingen. Misschien waren ze er nog helemaal niet aan toe. Dat ligt aan de leeftijd. Er zijn, ik ben geen, hoe zeg je dat? Geen specialist in de ontwikkeling van moreel besef van kinderen. Daar zitten ook stappen in. Maar dit hardhandige opdringen van normen, nee, dat zouden we niet moeten willen. Dus dat heeft dus ook betrekking op die school in Bergen op Zoom, waar hetero kinderen gedwongen werden om vragen waarvan dan werd gesteld dat homo's die zo vaak krijgen, om die vanuit het perspectief van homo's, maar dan vertaald naar hetero's, te beantwoorden. Nogmaals, nog iets anders. Er wordt steeds gericht op de daders. Want dat zijn ze hiermee ook direct verklaard. Hè? Hetero-kinderen zijn daders. Potentiële daders. Aan de andere kant, daar zou ik voor pleiten. Daar hebben ze meer aan. Kun je de kinderen die hier kwetsbaar voor zijn, die gevoelig voor zijn, beter gezegd,
die kun je natuurlijk ook gaan emanciperen. Maar dat is in het denken van veel mensen ter linkerzijde niet de bedoeling. Iemand zei eens: socialisten houden niet van arme mensen. Ze houden van armoede. Dus ze zijn niet geneigd om daarin een oplossing te bieden. Dat kun je hier ook op loslaten. Ga kinderen weerbaar maken. Dat ze een mondje paraat hebben. Maar dat soort emancipatie, dat kan me wel eens in de verkeerde richting uitpakken. En zich richten op dit soort mensen die dit soort programma's uitrollen. Zou het daarom niet gewenst zijn?